Yo mensen, welkom terug bij een nieuwe video van Battlefield Hardline. Het is vandaag vrijdag 12 juli 2019, bijna half 6 s'avonds. En we gaan verder met Battlefield Hardline. Oh tering, muziek is een beetje hard, moet ik misschien iets zachter zetten? Ik doe het gelijk. Wat heb ik gedaan vandaag, boys? Geen ene fuck. Previously on Hardline. What we have is a network of cops, military contractors. Ja, dit weet ik. Ik heb het gewoon, boys. Ik weet niet waar we ook weer waren, maar... Oh ja, yeah, hier! Vuur ik ook weer. Oh ja, L1. Dit is een of andere gekke boss battle of zo. Holy bitches. He's thrown out a smoke. Die! Kun je doodgaan? He's trying to get away. Oké, we hebben situatie op onze honden. Een chopper. Holy bitches. Stoppen boys. Ik weet ook niet waar ik doe. Waar ik doe, maar hey. Oh, ik heb hem. Ik heb hem. Are you for real? Dan ga ik dood. Oh, ik haat deze missie echt. Dit tank is zo kut te besturen. Ik zweer. Echt waar, dit is echt verschrikkelijk. Ik heb vandaag The Mist gekeken. En ik vond die film echt geweldig. Ik heb ook Unfriended The Dark Web heb ik afgekeken. En ja, dat was het. The Mist heb ik net afgekeken. En het einde is echt te fucked up, bro. Holy bitches. He's throwing out a smoke screen. Ja, ga loesoe dan. He's trying to get away. Oh shit. Dieter, kijk dan, ik word gewoon helemaal verkracht. Schiet! Hoe raakte dat niet? Ja, dat raakte. Easy, easy. Oh fuck, hij komt weer. Hij wil wel vechten. Oh bitch. Ja, ik ga neer. Holy shit. Deze missie is echt kut, mensen. Wat een kut missie. The Mist vond ik fucking leuk film. Fucking gory. Het einde was echt heel fucked up, mensen. De hoofdpersoon schiet vier andere mensen neer. Out of mercy. Want The Mist is fucked up met allemaal rare nonsens. En ze kunnen nergens mee. Ze zitten midden in de mist. En dan is hij klaar om gedood te worden door allemaal kutbeesten. En dan ineens komt de army. Dus hij hoeft dus helemaal niet te killen. Trying to get away, dat weten we. He's running! Ja, we moeten even een chopper. Die! Please, please. Ik moet die choppers fucking snel uitschakelen. Boys, 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 boys. What the fuck doe je? Wat een tietenzooi doe je? Ga draaien, ga draaien. Die! Waar is die andere kut chopper? Oké, ik ga weer neer, mensen. Ik ga weer neer. Fuck me, fuck me, fuck me. Holy bitches. Oh, dat doet pijn. Die. Die, da, 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 da. Deze missie is onmogelijk. Mensen, ik ga echt knippen totdat ik het goed heb. Unfriended, The Dark Web. Vond ik het einde ook heel erg fucked up. Ik vond het veel meer fucked up dan Unfriended. De characters boeiden me veel meer in Unfriended The Dark Web. En The Mist, die characters waren ook gewoon echt geniaal. Heel veel characters van The Walking Dead. Dus ja, dat was altijd leuk om te zien. Holy shit, deze koptelefoon zit zo ruk. Stop nou alsjeblieft met me achteraan komen, je fucking bitches. Stop met fucking. Hoeveel damage? He's throwing out a smoke screen. Oké, waar zijn die choppers? He's trying to get away. Kom op. Oké, waar is de rest? Kom op. I think he stalled out. Stoppen met de... Kom op! Eindelijk, oké, nu gaan we naar de main attraction. En dat is deze guy die ons al bijna heeft. Oké, we gaan weer neer. Deze missie is onmogelijk, mensen. Dit is echt onmogelijk. Wat een ka... Wat een teringmissie. Echt waar, ik haat echt mijn leven. Ik moet gewoon vluchten ofzo. Ik weet niet wat ik moet doen, maar ik moet iets doen. Dat niet doodgaan involgt.
Oké, hier moeten we gewoon weggaan of zo. Holy bitches, kijk hoeveel pieterveel damage die guy doet. Ga fucking dood of zo, alsjeblieft. Holy bitches. Oké, waar ben je? Waar ben je? Die andere bitch. Ja, eindelijk, eindelijk. Oké, kom op. Holy bitches. Holy bitch, die. Please. Dit is onmogelijk. Hoeveel fucking health heeft die guy? Oh my god, ik haat echt mijn leven. Alsjeblieft, stop. Stop met zo'n fucking OP zijn, dude. Echt waar, ik kan toch niet... Of kan ik eruit gaan of zo? Wait. Oh, dat doet pijn, echt waar. He's thrown out a smoke screen. He's running. Okay. Cover more choppers. Okay. En ons blijft fucking run of zo. Ik heb. Like, hoe de fuck raak je dat, bro? Oei. Okay. Boomer, I got out. Eindelijk, we hebben hem. Oh my god. Exit vehicle, alsjeblieft ga je weg. Ik weet niet waar de fuck je bent. Boomer, fuck it, it's not encouraging. Waar is die? Waar is die fucking homo? Ik wil weg hier, holy shit. Ja, hier moet twee naar, I guess. Ik kom. Holy shit, Boomer, ik wil echt weggaan nou. Ik wil echt weggaan. Wat een scheidmissie. Echt waar. After we join up with Danny Tyson, we are going straight to Miami. Ja, bedankt. We zijn klaar met deze kut chapter, mensen. Holy shit. Dat laatste ding was echt fucking moeilijk. Getting the brew was a nightmare. Breaking it to me in won't be much easier. Oké, we gaan gewoon gelijk verder. We hebben gewoon de guy gearrest, dus hey, dat zou goed moeten zijn. Dus we gaan gewoon verder. In ieder geval, een friend of dark web vond ik echt fucked up. En, dit is episode 9. We zijn op 90%, boys. Oeh, dat is spannend. Dat is heel erg spannend. Eigenlijk 80%. Oké, we moeten twee mensen arresten. Gaan we verder. Let's go, we gaan verder, boys. Radios, uniforms, oh, dit is het beginstukje. Scuba gear, harnesses, cable trolley. Ja, mooi. Maar wie zijn al die mensen op dat bord? Robot. We hebben het. Yeah. We are good. Let's get to Miami. Wait. We gotta give this place one last sweep. We don't want to leave anything incriminating behind. Ja, hoe dan? Okay. Oh, Tietesoy. Let me know when you're ready to go. Okay, hij is gewoon chill. Lekker bezig, Thaisy. What the fuck is that hissing? Oh, bitch. Tyson, jij bent rip. Holy bitches. Okay. Talk to everything you know. Okay, that's fucked up. Where you going, Nick? Damn it, shoot this prick! Oh, Gunja. That's some bad luck. Bye-bye. Oh, fuck. Bye-bye, Nicky! Okay, come up! Die! Daar ga je, Stoddard. Holy fuck, die bitch is eindelijk dood. Wat een loser. Hij komt met twee mensen hier naar binnen, wat denk je? Holy shit. Gaat het? Yeah, sorry. Yeah, it's alright. Who the fuck? Heb jij niks? Tyson! Wat een titelsooi. Straight to dead guy voicemail. Wait, what are you doing? Dawes is gonna probably want an update. Oh my god. I'm sending him one. Je bent te savage. Rip standard, je fucking bitches. Waarom neem je zijn telefoon niet mee? Lekker iPhone 10! iPhone!
iPhone is eigenlijk fucking rek. Of nee, nu gaan heel veel mensen me haten. Ik ben van Android Gameboys. iPhone is, ik vind het niet, het zijn geen slechte telefoons, maar je kan me niet vertellen dat die telefoons niet fucking overpriced zijn. Het zijn goede telefoons, maar ze zijn echt overpriced. En ik weet, sommige Android telefoons zijn ook overpriced. Maar dat ze met Android. Met Android heb je heel veel merken, je hebt heel veel opties. Je hebt heel veel verschillende specs met dingen. iPhone is gewoon iPhone 1, 2, 3, 4, 5. En dan heb je dat gewoon dat besturing systeem. Ja. Dus hey. Hey Tyson, man, stay away from the cameras. Relax. All they're seeing is a hard-working window washer. Get the cable ready. What the fuck, hè? Maar ze horen je toch, of niet? Ik vind het een beetje vaag. Maar die outfit die we allemaal hebben is fucking episch. Toch? Ja, dat is episch. Oké. Okay. Damn, kijk hoe bad ze allemaal lopen. Fuck up, boys. Lekker joggen. Hey, the dolls have put his office in a more evil-looking building? Wat doe je? Oké, dat was fucking episch. Wat doe jij hier? Most of them. Keeps them from rocking during hurricane season. Hey, that's fucking chill. Fuck up, boys. Ja, dat is het ook. Kijk hoe fucking episch dat is. Wat zijn jullie aan het doen, boys? Wat zijn jullie aan het doen? Dat mag niet. Je mag niet vuurwerk afsteken voordat... voordat het december is, dus 31 december. Dus je moet allemaal doodgaan. In principe gaan we allemaal dood. Of 30 december? Het gaat toch tot 30? Oh, dat kan ik echt niet. Oké, ik doe het wel. Open door. Wow, easy. Dat is echt fucking episch dit. Lekker bezig, boomie. Are you guys really sure about this? Yeah, sure. For that, isn't it? Look, yeah. I'm just asking. Look, if I was gonna have a million gallons of water drop, 200,000 or 200,000 gallons or whatever. Okay. I would want someone to make sure I'm safe. That's all I'm saying. Hey, you got another way up to that penthouse? I'll take it. And blowing up this table. Fucking bad as what we're gonna do. Holy shit. More when we weren't about to do it. Jesus. Tyson's back on schedule. Give me the C4. Lekker bezig. Ik zou nog steeds doen. Heeft Tyson geen injury gelopen? Come on, let's like, what the fuck? Get the cable to the boat. Hey, Ed. I ought to be up there with the brute. You want to trade jobs? You know, actually, I think I'm good. Oh, yeah, lekker bezig. Nice try. Oh. We gaan verder, boys. We hebben een scanner, ja. If you want to get a look into the lobby, the parking garage on the right has a good vantage. There's a few ways inside. Looks like the car where we get paid the car. Loading dock in the back, mezzanine staircase on the side. Also, there's the front door. Around, twice the men. And lots of guards. Okay. And lots of guards. Okay, hun gaan een suspect van worden. Kill me. Je moest even gekild worden, want dat ging niet zo goed. En Kai die loopt ook een beetje te rennen, jongen. Shit, waarom kon ik hem nog geen headshot geven? Die moet ik op mijn compilatie. Ik wil eigenlijk een compilatie met bijna alleen maar headshot van Battlefield Hardline. Met mijn ding en mijn suppressor. If you want to get a look into the lobby, the parking garage on the right has a good vantage. There's a few ways inside. Looks like it. Loading dock in the back. Mezzanine staircase on the side. Also... there's the front door. And lots of guards. The yas is saying it's like a distract. Easy. Okay, we hebben er twee. We moeten sowieso iemand hier arresten, dat weet ik gewoon. Dat is altijd zo. Ja, deze guy. Hoppa, daar is hij. Hoe gaan we dat aanpakken is de vraag. Dat is de echte vraag. Even kijken, hoe gaan we hier naar binnen? Oeh, we kunnen hier naar binnen. Shit. Hoe gaan we hier naar binnen? Fuck. I don't like this. Ik weet niet hoe de fuck we naar binnen gaan zonder fuck te worden, boys. Ik weet het echt niet. Every night and every
weg. Jij gaat weg, jij gaat weg. Oké, dat is 1. Dat is 2. Easy. Ja, we moesten hem even unlocken. Daarom deed ik dat. Oké, hier kunnen we in. Scanner, yeah, I don't care. Kom op, open de deur. Oké, we zijn. Oké, deze kunnen we tenminste uitzetten. Dus als het out of hand loopt, kunnen we tenminste. Hebben we tenminste geen alarm. Oh shit. Er komt hier iemand heen. Stoppen, wat doe je? Kan ik deze guy verplaatsen? Shit. Wat moet ik doen? Fuck. Dit is lastig. Eigenlijk moet ik die guy... Oké, je moet ze eigenlijk afleiden. We moeten daarheen. Oké, jullie gaan daarheen. We moeten even deze guy op de top moeten we even pakken, boys. Hoe we dat gaan doen, ik heb geen idee. We moeten het somehow doen. Deze guy is suspicious. Fuck. Ze zijn suspicious. Ze zijn suspicious. Oh shit, er komt er een hier. Komt er een hier. Oké, nu. Als we deze missen. Oké, nice. Nu kunnen we het makkelijk cleanen. We kunnen het makkelijk cleanen nu. Oké, boys, we hebben het gedaan. Oh, fuck. Sinds wanneer wordt hij suspicious? Fuck. Shit, waar gaat hij ooit heen? Take down! Nice, we hebben hem! We hebben hem, boys. Hoppa, easy. We hebben iedereen hier geheadshot. Lekker bezig. Nu moeten we met de elevator, volgens mij. Yep. Oké, we hebben er 1. Call elevator, hoppa, easy. Lockdown. Security stations in the lobby. Of was dat niet hier? Ik heb een gevoel dat het hier was. Use camera, oh, laat maar. Nee, oké, stop. Ga eruit! Ja, oké, I get it. Bedankt, man, you fucking bitch. Even kijken, waar moeten we nou heen? Jij, ja, je moest ze sowieso allemaal killen, want hier ook. Ja, waarom doe je dat even niet? Ja, deze is fout. There's gotta be a clue here. Nee, gewoon een fingerprint, dacht ik. Okay, then I can figure out this code. Oké, ja. 2, 4, 5. Ook gewoon in één keer goed. Ik bedoel, oké. Elevator's unlocked. Je kan toch wel een paar keer gewoon. Oké. Ja, inderdaad. Think Oz knows we're coming? No. Natuurlijk, what the fuck? Ja, hij weet het sowieso. Je hebt een foto gestuurd van zijn dode bitch. Oh, hier. Kom, we gaan lekker naar binnen. Kom maar binnen. Oeh, dat was fucking episch. I'm on the 19th floor, but it's a guard party up here. All right. Okay. Then we go to 20. Hoppa. Hit him from above. Nice. Lekker bezig, Nicky. So tell me. Oh shit. What'd you do for 4th of July when you were a kid? You know, put fish sauce on hot dogs, watch what stuff explode. Oh yeah, 4th of July is... Deals tot 70% korting in PlayStation Store. Oeh, dat moet ik zo even kijken. Nice, and we zijn guards. Welcome okay. To preferred outcomes. I'm outside a corner office. Looks like it's under construction. Oh shit. We're on our way. We kunnen het vanaf hier analyzen.
Ah, het kan niet. Toch niet. Dacht ik al. Makes sense. Doe ze van above trouwens, terwijl er zijn hier redelijk wat mensen. Oké, okay, deze moeten we hebben. Oh shit. Beter moeten we deze hebben. Oké, okay, deze moeten we niet hebben. Deze moeten we niet hebben. Fuck. Ik ga daar maar even kijken. Ik weet het mensen. Ik doe even een beetje raar, want ik moest even hem afleiden. Oké. Okay. Is er hier een? Hier is er een. En ik zie niemand in dichtbij, dus ik schoot hem gewoon. Oh, hier staat er een. Oké, okay, deze moeten we ook niet hebben. Oké, okay, easy. Ik moet even stil zijn voor de compilatie. Dat moet ik even goed doen. Oké, okay, hier zit alarm. Het alarm hebben we. Oh, shit. Wie is dat? Shit. Gaat in kijken, daar gaat in kijken. Het was niet iemand die we moesten hebben als het goed is. Dus hey, we zijn veilig. We zijn veilig. Oké. Okay. That's easy. We doen het easy, boys. We doen het makkelijk. We doen het rustig aan. Deze moeten we ook niet hebben. Jij mag ook gewoon neer. En dan is er nog maar één iemand over. Maar deze moesten we ook niet hebben, dacht ik. Of wel? Moesten we deze hebben? I don't know. We gaan hem headshotten. Oké, okay. Oh shit. Ja, deze moesten we hebben. Oh fuck. En er zijn nog twee mensen. Oké, okay. Of drie. We kunnen ze pakken met een freeze. Er staat nog één hier. Ja, maar één wordt er suspicious. Oké, okay, takedown. Hoppa, we hebben hem. Disable alarm. En we hebben hem. Oké. Okay. Oké, okay, hij komt eraan. Easy. We hebben iedereen gecleaned. Oké, easy. We hebben hem gearrest. Oké, nu kunnen we gewoon schieten. Ik moet nu even onthouden. Nu kunnen we gewoon iedereen neerschieten voor, zonder dat het consequences heeft. Waar moeten we eigenlijk heen? Oh, hier. Oké, we hebben hem. Easy. Boys, we hebben hem. Oh my god, let's go. We zijn ook al 20 minuutjes ongeveer bezig. Dus hey, dat gaat zeker lekker. Hey, come on. Oké. Hier. Oh, fucking chill. Hoppa, lekker lunchie. Oh ja, fucking chill. Wanneer was de laatste keer? Sure you found the right pipe? Ja. I'm sure. En anders zijn we echt de lul. Hij gaat loeszoen. Oké, doei. Let's get upstairs. Oké, met trappetje. Find private elevator. Okay. Relies on that private elevator. Ja, nu kunnen we gewoon knallen. Nu kunnen we gewoon knallen. Nu kunnen we gewoon mensen neerknallen. Oh ja. Wat gaan wij wel eigenlijk doen? We gaan sowieso weer mensen zijn, dat weten allemaal, maar hey, dat boeit me niet, want ik kan ze gewoon schieten. Dacht ik. Oh, Dahl's. Dahl's wife. Oké, okay. Ja, waar is de vrouw eigenlijk? Hij blijkt mijn vrouw, maar. Oké, okay, mensen, dit is fucked up. We gaan het leuke stukje. Put your mask on. You sure about this? Hey, if we want that money, I have to push this button. Op de mobiel ook gewoon. Ik weet niet hoe dat werkt ook weer, ook met de vinger. You told me to trust you when I did. Ooh, now trust me. Yeah. Oh. Say relax, Kai. It's gonna work. I have no idea if this is gonna work. Lekker bro, je moet daar. I guess it is my turn to trust you. Oh my god, lekker bezig. Dit gaat easy werken. Gewoon oxygen. Okay. Do it. Trigger explosives. Oké. Zijn we veilig? Deze serie hebben we ook al bijna klaar. We hebben Amnesia en Undertale hebben we al uit en nu deze serie ook. Daar gaan we.
gaan we, boys. Doe oké sign. Oké, boys. Oké sign, we got it. Konden we dat ding niet beter eerst ook? Nou, eigenlijk boeit het niet, want de pressure is even hoog. Oh shit, moet ik zwemmen? Ja, we moeten zwemmen. Dit is zo fucking episch. Dit is echt episch, holy shit. Dit is echt fucking cool. Lekker we zwemmen. Kun je iets sneller zwemmen en zwemmen door? Kan dat niet. Dit is wel echt fucking cool. Gewoon een lift. Schakelaar in zwemmen. Maar waar de fuck komt dat water ook weer vandaan? Ik weet het eigenlijk niet. Waar komt... Huh? Waar komt dat water vandaan? Oh, we hebben ons zuurstofmaskers ook af. Chills. Vanavond ga ik wel joggen, mensen. Ik moet het mezelf verlozen. Maar de mist, ik vond het fucking awesome film. Yeah. Ik hou echt van horrorfilms. Safety? Ja, hij is aan het safety. Yep. Doubt it. Dawes wouldn't want any cops around here. Ja, maar alsnog gaat iemand gewoon een local bellen. Maar ik denk dat ik klaar moet zijn. Ik moet toch afsluiten en de aflevering kan niet te lang worden. Next time. Oké. Okay. Ja, alles zijn... This is a trap, right? Of course it's a trap. So what do you really want, Nick? Nicky boys. Oh god, de finale. Eigenlijk volgende echt 3 afleveringen nog, dan pas de finale. Maar I don't care, gewoon de finale. Lekker Battlefield dingetje. Dus mensen, ik heb niet heel veel te vertellen. Ik heb gewoon YouTube gekeken, een beetje op Amino, wat een app is waarmee je kunt chatten met mensen. Ik heb Unfriended, The Dark Web had ik gisteravond gekeken en vandaag had ik The Mist gekeken. Ik had ook reviews gekeken van alle, van Friday the 13th films. Gewoon Jason films, gewoon noem ik ze gewoon voor handigheid. Van een reviewer, die heet Decker Shadow. Decker Shadow. Shadow. Het is niet met de W op het einde. Dus daar heb ik wat reviews van gekeken. Vond ik wel entertaining, dus hey, die moet ik even onthouden. Als je van horrorfilms houdt, volgens mij doet die meestal horrorfilms. Check that out. Als je een goede horrorfilm wil, Unfriended, The Dark Web en The Mist, raad ik echt aan. Ik hou van films die echt beesten hebben ofzo, zoals Mythical Creatures, zoals The Thing. Ook in The Mist werd ook een referentie gemaakt naar The Thing in het begin. Zag je de poster van The Thing. The Mist dus heeft van die creatures. The Mist, The Thing, Cabin in the Woods, maar dat is ook comedy horror, wat ik niet zo leuk vind. Maar ja, die 3 films kan ik even bedenken die even beesten in zich hebben ofzo, rare wezens. Dus ook The Rake en zo'n Slenderman. Ja, Slenderman, die 2018 film was een beetje ruk, maar oké. Okay. Dat is in principe wel mythical creature, maar oké. Okay. En ook Grave Encounters, want dat heeft ook echt rare beesten. Het zijn mensen, maar ze lijken gewoon zo deformed en zo. Maar in ieder geval, ik lul weer veel te lang. The Mist vond ik in ieder geval een fucking leuk film. Waarschijnlijk ga ik nu verder kijken met vrijdag 13 part 7, A New Blood. Die ik al gezien heb, maar ik moet het wel zien, want ik wil alle delen van vrijdag de 13e afkijken. Daarna ga ik waarschijnlijk alle Child's Play dingen kijken. En misschien alle Nightmare on Elm Street kijken. Dat zijn allemaal slasher films, maar ik vind ze wel leuke films. En het zijn heel veel films van dezelfde serie, dus daar kun je wel veel over praten en veel over lullen gewoon. Maar in ieder geval mensen, bedankt voor het kijken van deze video. Doe een blauw duimpje omhoog als je hem leuk vond. Commenten kan altijd hier beneden. Abonneren kan altijd hier beneden. Als je wil natuurlijk, niks is verplicht. Niks is verplicht, strijders. Beginmissie was fucking kut. We gaan volgende keer verder met fucking veel actie. We hebben de game bijna uitgespeeld. Ik ben super hyped. En morgen komt een nieuwe serie online. En dat ga ik zien. Ik weet het zelf nog niet. Dus jullie ook nog niet. Maar ik heb al een paar ideetjes maar... Jullie gaan het allemaal zien morgen. Of misschien vanavond als ik nog een video ga maken. In ieder geval mensen. Bedankt voor het kijken van deze video. Later.